En dit zijn beelden van het Eemskanaal bij Woltersum, dat vanochtend werd geëvacueerd. En u ziet daar links in beeld de witte zandzakken. Ze liggen op de dijk en zijn goed zichtbaar. Bij het gemaal in Lauwersoog is een modderwolk in het water te zien, veroorzaakt door het spuien dat vanmiddag plaatsvond. En bij Bad Nieuweschans is een dijkje doorgestoken om het water in een weiland weg te laten lopen. En vanuit de lucht is de wateroverlast overal in de provincie goed zichtbaar, zoals hier bij Nieuw-Statenzijl en hier in de Bornholmstraat in de stad Groningen. Tot slot ziet u hier de Peizermade dat eerder in de week onder water werd gezet.